Hoi allemaal, welkom bij Fem. Ik ben vast niet de enige die altijd zijn smartphone gebruikt om foto's te maken. En het is natuurlijk ook hartstikke handig dat je daar gewoon een camera op hebt zitten. Je kunt overal foto's maken, je kunt ze meteen op social media delen. Maar de foto's zijn niet altijd even mooi. En daarom ga ik jullie vandaag in deze video wat tips geven over hoe je je foto's met je smartphone nou net even wat mooier en wat beter kunt maken. Ik maak altijd heel veel foto's voor Instagram en voor mijn blog. En daardoor heb ik een paar trucjes ontdekt die ik vandaag met jullie ga delen. Mijn eerste tip is: zoek het licht op. En dat geldt eigenlijk ook altijd als je foto's met een camera maakt, als je foto's met een smartphone maakt, als je video's gaat opnemen. Hou rekening met het licht. Zorg ervoor dat het licht valt op het object dat je wil fotograferen. Dus nou, ik heb hier een raam achter me. En als ik foto's van mezelf zou gaan maken, bijvoorbeeld van mijn gezicht, dan zorg ik ervoor dat ik met mijn gezicht naar het raam sta en dat ik zo op die manier een foto maak. Als ik bijvoorbeeld een foto zou maken van mijn nagels, dan is het anders. Want hier heb ik dan mijn nagels. Het licht komt van achteren. Het licht valt dus op mijn nagels. En dan maak ik zo, hup, een foto. Dus hou er gewoon altijd rekening mee. Waar komt het licht vandaan? En als het kan, maak dan foto's buiten. Want die zijn sowieso het beste. Overigens is het bij een smartphone ook nog zo dat als je veel licht hebt en het komt uit de goede hoek, dat je foto's veel minder korrelig zijn, dat ze gewoon sowieso mooier zijn en ook dat de kleuren beter uitkomen. Dus nog een reden om extra rekening te houden met het licht. Bijna alle smartphones hebben tegenwoordig twee camera's. Je hebt er eigenlijk altijd wel eentje op de achterkant en heel vaak heb je er ook eentje aan de voorkant. En zo'n voorste camera is hartstikke handig als je weer zo'n selfie wil maken of wat dan ook. Maar de kwaliteit van die camera is altijd net iets minder goed dan die van de achterkant. En vaak in die achterste camera zit wat betere sensoren, betere lens. Daarom is het eigenlijk ook handiger om gewoon eigenlijk altijd de achterste camera te gebruiken, want dan worden je foto's echt een stuk beter. Op je smartphone zit altijd wel gewoon een standaard camera app. Maar er zijn ook andere apps verkrijgbaar in de App Store. En die zijn vaak nog net ietsje beter. Ik gebruik heel vaak Pro Camera 7 of heel soms Camera Plus. Dat zijn twee apps. Volgens mij moet je er iets voor betalen. Maar ze maken je foto een heel stuk beter. En met zulke apps heb je net wat meer controle over de instellingen van je camera. Die in je smartphone zit. En ik heb gemerkt dat de foto's daarvan altijd net een stukje mooier zijn. Dus het kan wel echt de moeite waard zijn om dat ook eens te proberen. Wat heel erg veel mensen niet weten, is dat je ook kunt tikken op hetgene op je scherm wat je wil fotograferen. En dat dan automatisch de focus en de witbalans wordt aangepast. Stel je wil ergens iets fotograferen, er zijn meerdere mensen, er zijn meerdere gebouwen. En jij wil één specifiek object vooral op je foto hebben. Zorg er dan voor dat je hup erop tikt. En dan zul je zien dat het licht wordt aangepast, dat de focus beter is. En het is overigens ook nog zo, als je op iets met een donker oppervlak tikt, wordt het geheel een stuk lichter. Stel je tikt iets op iets wat juist weer heel erg licht is, dan wordt het geheel weer wat donkerder. Dus je kunt er op die manier er een beetje mee spelen. Mijn laatste tip is: gebruik een app om je foto's na te bewerken. En je kunt natuurlijk met Instagram kun je er een leuke filter overheen gooien. Maar je hebt ook nog wat apps waarmee je ze net even wat mooier kunt maken. Ik gebruik heel vaak Photo Artist voor gewoon wat kleine dingetjes. Maar ik gebruik ook heel vaak, en dan moet ik het even goed zeggen, VSCO Cam. Zo heet die. En dat is een gratis app. En daarmee kun je foto's nog net een klein beetje verbeteren. En serieus, echt, er is geen app die foto's mooier verbetert dan die app dat kan. Wat ik heel vaak doe is dat ik de exposure een beetje opschroef. Dat is zeg maar de belichting. Dus dan wordt de foto net even wat frisser, wat lichter. Het ziet er gewoon net even wat mooier uit. Heel vaak pas ik ook nog het contrast een klein beetje aan. En ook dat maakt al een heel flink verschil. Geeft net wat meer diepte. En ja, maakt wederom een foto gewoon mooier. En als laatste pas ik ook nog wel eens de verzadiging aan. Dat heet saturation in het Engels. En dat zorgt ervoor dat de kleuren net even wat intenser en sprekender worden. Dus ja, op die manier kun je je foto ook net nog even wat mooier maken. En ook dat maakt al vaak een heel groot verschil. Natuurlijk is het zo dat de camera van een iPhone 4 misschien iets minder goed is dan die van een iPhone 6. En er zit natuurlijk altijd wel een klein beetje verschil tussen. Maar met deze tips kun je met heel veel smartphones al veel betere foto's maken. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Ik wil jullie laten zien hoe je pepernoten tiramisu kunt maken. Heel erg leuk voor volgende week als het Sinterklaas is. En het is ook nog eens...